In deze video ga ik wat meer vertellen over de Flood Erase Tool. De Flood Erase Tool kan je gebruiken om grote delen van een afbeelding uit te grummen. En deze tool kan je vinden in je gereedschappenpaneel achter dit potloodje. Dat is de normale gum tool of de Erase Brush Tool. Maar in deze video gaan we het dus hebben over de Flood Erase Tool. Een potloodje met wat water eronder. En als we die selecteren, hebben we veranderd het pijltje veranderd in een soort emmertje. En we hebben eigenlijk maar heel weinig om in te stellen. Want hierbovenin kan je altijd je instellingen aanpassen voor het gereedschap wat je geselecteerd hebt. En in dit geval is dat alleen de tolerantie. En de tolerantie die zegt in dit geval iets over hoe agressief die iets gaat uitgummen. Voor dit voorbeeld heb ik uit stok een afbeelding van een schoen gehaald met een witte achtergrond. En die witte achtergrond wil ik eraf halen. Nou heb ik er voor deze video een groene achtergrond achtergelegd. Dat hoef je eigenlijk helemaal niet te doen, maar dan wordt het wat duidelijker zichtbaar wat er dadelijk gaat gebeuren. Met deze Flood Erase Tool klik ik één keer in het wit. Ik moet wel de laag aanklikken waarop ik iets wil weggummen. Dus ik heb de laag van de schoen aangeklikt. Ik klik één keer in het wit. En de Flood Erase Tool doet eigenlijk zelf zijn werk. Hij gumt alles uit wat wit is of op wit lijkt. Nou, hier in het lipje van de schoen of daartussen, daar zit nog wat wit. Dus daar klik ik ook een keer op en weg is het. Nu heb ik eigenlijk heel snel de achtergrond verwijderd en kan ik deze afbeelding gebruiken voor ja, wat je er ook mee wil doen. Ik ga even een paar stappen terug met Ctrl-Z. En ik pak de Flood Erase Tool er nog even bij, want die tolerantie is wel heel belangrijk. Als je deze namelijk te laag instelt, bijvoorbeeld op 3 of zo, en ik klik hier, dan pakt hij niet alles. Hij laat hier en daar laat hij nog wat wit achter. Op zich geen ramp, daar kan je ook nog op klikken. Maar als ik hem bijvoorbeeld op 1 zet, nou, dan zie je, dan wordt hij al veel minder agressief of nauwkeurig, hoe je het wil noemen. En hetzelfde geldt voor als je hem te hoog zet. Je ziet dat hij in tientallen omhoog gaat. En dat komt omdat ik de shift-toets ingedrukt hou. Als je de shift-toets vasthoudt, dan springt hij steeds 10 omhoog of naar beneden. Als je die loslaat, dan gaat hij steeds 1 punt omhoog of naar beneden. Maakt verder niet uit. Maar als ik hem op 90 heb staan, dan ben ik benieuwd hoe hij het gaat doen. Nee, ja, dan pakt hij te veel. Pakt hij te veel mee en dan kan ook een mooi effect zijn, maar dat willen we niet. Dus het is altijd zoeken naar het juiste percentage voor wat je wilt doen. Dat is per foto verschillend. Maar 20 is in dit geval een goede. En zo simpel kan het zijn. Nog één kleine opmerking. Mocht de tool niet werken, klik dan met rechts in je laagpaneel op je foto. En klik dan op Rasterize. Vaak moet je afbeelding echt om worden gezet naar pixels. Dus gerasterized, dat moet bijna altijd als je iets uit stok hebt gepakt. Dus mocht het niet lukken, probeer dat. En dat was het.